Het aanzicht van een aantal stegen in de Leidse binnenstad werd donderdag drastisch onder handen genomen. Voor tv-opnames werden de achtergevels van enkele winkels en horecazaken tijdelijk omgetoverd tot roze buurt. Wij zijn hier een filmset aan het opbouwen voor de serie Bestseller Boy. En van deze steeg in Leiden maken we eigenlijk een stukje wallen in Amsterdam. We hebben hier wat aangebouwd. We hebben hier een dame tegen de gevel gezet. Zometeen wordt alles mooi uitgelicht met rode lampjes. En dan zijn we op de wallen. En wat gaat er allemaal gebeuren in de hoerenbuurt? Nou ja, we hebben hier wat scènes met onze hoofdrolspeler Momo. Zijn neef beheert het sekstheater. Dus hij komt hier vaak langs op zijn brommer en dan spreken ze elkaar. Zulke soort scènetjes een beetje hiervoor en hier in het steegje. In de etalage van de tassenwinkel van Robin Stickford is al jaren heel wat leer te vinden. Ja, inderdaad. Lederwaren, dat komt bij ons meer, dat komt bij ons meer terecht op de tassen. En de centuren en de handschoenen. Dit zijn ook lederwaren die misschien ook nog wel eens misschien iets in de toekomst kunnen gaan betekenen voor ons. Een grapje natuurlijk. De ondernemer is trots op het feit dat zijn winkel in de serie wordt gebruikt. En dat is niet voor het eerst. Het is gewoon een hele goede locatie waar ze ook eerder baantje op hebben genomen. Dus vandaar dat ze weer naar ons toe kwamen om te vragen of ze gebruik mochten maken van onze winkel. Als je kijkt naar de grachtjes en dergelijke, dan komt dat best wel overeen met Amsterdam. En vandaar dat dit een uitgelezen locatie is om de filmset op te zetten. De serie Bestseller Boy is volgend jaar te zien op televisie. Hij wordt uitgezonden door AVRO Tros.